Oké, goedemiddag iedereen. Ja, het LinkedIn-algoritme, ja, dat is een monster dat we allemaal graag zouden willen temmen. In alle eerlijkheid, het algoritme begrijpen, en laat mij daar duidelijk over zijn, er is vandaag niemand die exact weet hoe dit algoritme werkt. We kunnen het alleen maar via experimenten die een aantal mensen over heel de wereld aan het doen zijn, een beetje in goede banen leiden en we leren daar allemaal af van. Maar in alle eerlijkheid, iemand die vandaag claimt van ik weet wat het algoritme in 100% of hoe het algoritme helemaal werkt, dat bestaat vandaag niet. LinkedIn heeft dat helemaal niet vrij, heeft daar amper iets informatie over. Hier en daar valt er wel eens iets te rapen. Maar wat ik met jullie deze middag ga delen in de 15 minuten die mij zijn toegekend om het stukje presentatie te doen of een stukje verhaal te doen, is hoe ik het algoritme vandaag voor een groot stuk ervaar. En wat ik met jullie wil delen zijn eigenlijk vijf conclusies, vijf dingen waar het algoritme al dan niet hoe je het een beetje kunt gaan sturen. En misschien de eerste en de belangrijkste tip, denk ik, voor vandaag is: je kunt niet winnen van het algoritme, maar je kunt het ook niet verslaan. Het algoritme werkt zoals het werkt. Het is vandaag zo, het verandert morgen. Maar er is misschien toch wel een functionaliteit op de horizon die er gaat voor zorgen dat het algoritme een stuk minder belangrijk aan het worden is. Vandaar dat goede content zal leiden naar trek even aan mijn bel. Ik kom daar straks even op terug. Een tweede conclusie voor vandaag is dat het algoritme heeft of vindt PDF's voor ontbijt het leukst en polls voor het avondeten nog leuker. Daar ga ik het even over hebben van wat is nu de voorkeursbehandeling die bepaalde attachments krijgen in het hele verhaal. Een derde conclusie is dat de viraliteit die uw posts gaan hebben, het aantal views, het aantal engagements, de conversieratio's, noem het maar op, die ga je krijgen door likes, comments en shares. En ja, er is meer waarde voor comments dan voor likes. Maar als je daarmee moet gaan beginnen uit te pluizen van hoeveel is een like waard, hoeveel is een comment waard, in alle eerlijkheid, dat is onbegonnen werk. Maar ik heb zelf, en daar heb ik dat is een regel die ik eigenlijk al 2 jaar gebruik en die vandaag nog altijd redelijk van toepassing is. Dat is mijn 50-25-regel van hoe ik aan die viraliteit kom. Een belangrijke component om het algoritme te voeden en een beetje naar je hand te zetten, is niet passief toe te kijken als je berichten plaatst, maar dat je die conversatie ook met iedereen gaat aangaan. Dat wil zeggen, als mensen reageren op je berichten, dan moet je er ook gaan op reageren. En tot slot gebruik de 3 C's, namelijk content, goede content, hou er een bepaalde frequentie in en wees creatief met de verschillende vormen die je krijgt van LinkedIn, want ook dat is belangrijk, is dat je de verschillende types van LinkedIn-posts gaat gebruiken. Dus dat zijn de 5 conclusies voor vandaag. Even erdoor gelopen. Je kunt het LinkedIn-algoritme niet verslaan, want dan was het veel te makkelijk, dan had iedereen dat ondertussen gedaan. De sleutel is nog altijd dat je goede content maakt. En in de laatste maand ongeveer heeft LinkedIn een nieuwe fantastische functionaliteit ingevoerd, namelijk, en misschien heb je het al gezien, misschien heb je het nog niet gezien, de bel. Als je naar het profiel van iemand gaat, vandaag op LinkedIn, en je hebt die functionaliteit al toegekregen van LinkedIn, we zitten in een rollout-proces, maar als je dus bij je contacten of de mensen die je gaat volgen gaat kijken, dan staat er hier bovenaan een belletje. Dit belletje kun je aanzetten. Als je dat belletje aanzet, dus als ik vind dat in dit geval Maarten goede content maakt, dan ga ik het belletje aanzetten. Telkens als Maarten een berichtje plaatst op LinkedIn, dan krijg ik in mijn notificaties een melding dat Maarten een nieuw bericht heeft gemaakt.
Dus als je goede content hebt, gaan mensen zich abonneren, bij manier van spreken, in de gratis versie. En ik zeg al duidelijk, de gratis versie, dus niet Sales Navigator, de gratis versie op de berichten die die persoon op LinkedIn gaat plaatsen. Dus als je goede content hebt, kun je dus het algoritme fantastisch omzeilen, want dan komen alle meldingen van mensen die berichtjes plaatsen in je notificatiebox. We zien trouwens ook bij LinkedIn dat er meer en meer naar de notificatiemailbox gaat en veel minder naar de feed wordt gekeken ondertussen op LinkedIn. Even terzijde, en dat is even een van de grote veranderingen / conclusies in dit verhaal. Dus zorg ervoor dat je content zodanig goed is, dan moet je je geen zorgen meer maken over het algoritme en dan kom je terug. Even stilstaan bij, wat is vandaag een goede post op LinkedIn? Want dat zal ook een beetje bepalen hoe LinkedIn jouw post gaat behandelen. Je hebt een stuk tekst, maximum 3000 karakters voor zij die het gemist hebben. Vroeger waren het er 1300. 3 tot 6 hashtags. Je mag er nog misschien 1 bij doen, maar ik zou er altijd 3 inzetten. Tot maximum 6, dat is de ideale wereld voor LinkedIn als het gaat over hashtags. Mensen taggen, bedrijven taggen, ook altijd een goed idee, maar niet massaal. En dan, een goede post bestaat ook altijd met een stukje attachment. Dat kan een video, een foto, een pdf zijn, dat kan een link zijn, dat kan een poll zijn, noem maar op. Dus je hebt een stukje multimedia. Dat is eigenlijk de structuur. En goh, dan komt heel vaak ook de vraag van, wat als ik er een link in zet, doe ik mijzelf daarmee een slechte dienst of niet? Ja, kijk, LinkedIn gaat vandaag, als je in je post een link plaatst, die post misschien niet zo hard vooruitduwen, maar voor die 10 of 15% die je zou verliezen om dat verder te gaan verdelen, zou ik het niet laten. Ik zou nooit meer mijn link, want dat zie je dus nu en dan wel nog eens, dat mensen een link in het eerste commentaarveld zetten, ik zou daar niet meer aan meedoen. Voor 2 redenen. 1, als mensen jouw post delen, dan is de link weg. Dat is al een goede reden om dat niet te doen. 2 is, uit allerlei tests blijkt toch dat als je als eerste commentaar geeft op je eigen post, gaat LinkedIn die commentaar niet als serieus beschouwen, met het gevolg dat jouw post dus ook weer wat vertraging en wat minder visibiliteit krijgt. Dus LinkedIn weet ondertussen ook dat we met z'n allen die truc gebruiken van die eerste commentaarvelden. Zet gewoon die link in uw post en neem de blutsen met de builen. Ja, je gaat misschien iets minder mensen bereiken, veel zal het niet zijn, maar er zullen er wel wat minder in zitten. En zoals ik zei, LinkedIn loves for breakfast PDF's. Als je vandaag een post maakt, dan wordt een PDF als meest belangrijke bekeken. Ik laat even polls terzijde, want dat is een heel ander verhaal. Maar een PDF heeft voor LinkedIn de meeste waarde voor de LinkedIn mensen. Nu, LinkedIn weet niet wat er in een PDF staat, maar PDF's worden gepusht. In mijn ervaring, in mijn testen, blijkt dat PDF's ergens tussen de 20% en 25% meer visibiliteit krijgen dan posts zonder met andere dingen in. Waarom? Omdat mensen door die PDF blijven scannen, met het gevolg dat ze eigenlijk langer blijven lezen en ik dus effectief ook meer mogelijkheden krijg om een vind ik leukje of een commentaar, wat eigenlijk dan de volgende stap zal zijn. PDF, belangrijkste. Video, dat is ook belangrijk. Nu, bij video heb je de uitdaging dat je alleen het cijfer krijgt van hoeveel mensen hebben 3 seconden je video bekeken. Dus het vergelijken tussen een PDF of een videobericht is soms een beetje lastig. Foto is de standaard. Als je teksten plaatst, plaats er ook een aantal emojis in. Ik heb deze week ook weer wat testen gedaan met berichten zonder emojis. En het is huilen met de pet op als je alleen maar een tekstbericht plaatst. Als je er emojis bij plaatst, dan gaat het visueel ook attractiever zijn. Dus gaan mensen ook wel wat langer blijven hangen. De link is dan het volgende. En tot slot, als je een bericht gaat delen, dan ga je sowieso veel minder mensen bereiken.
omdat dat eigenlijk dubbele content is. En dat leidt mij eigenlijk perfect naar, ja, hoe werkt volgens mij het algoritme? Als je een bericht plaatst op je bedrijfspagina of je persoonlijk profiel, dan gaat LinkedIn dat bericht bekijken of analyseren en drie dingen doen. Eén, kijken naar hoeveel hashtags staan erin. Als het er meer zijn dan 6, dan zegt LinkedIn van dit is eigenlijk een spambericht, want je probeert via die hashtags in allerlei stromen te geraken. Twee, als je te veel mensen gaat taggen die niet actief zijn of die er niet op reageren in de kortste keren, dan gaat LinkedIn ook zeggen van dit is een spambericht, dit duw ik ook niet vooruit. En als je natuurlijk de verkeerde woorden, haat en wat weet ik allemaal, pornografie, dan gaat LinkedIn gewoon je post helemaal tegenhouden. Op het moment dat je je berichtje plaatst, dan gaat LinkedIn, en dit is mijn theorie, er zijn mensen die andere theorieën hebben, maar dat laat ik even in het midden voor wat het is. Maar LinkedIn gaat jouw bericht aan een kleine groep van mensen, en dat ligt volgens mij tussen de 100, tussen de 50 en de 100 mensen laten zien, in de eerste paar uur. Dat is zo wat tot 3 à 4 uur maximum. Gaat LinkedIn proberen jouw berichtje te laten zien. En dan kun je 4 scenario's hebben. Het eerste is, men scrollt er voorbij. Hoera, je hebt 1 impressie of 1 view. Ja? En voor de rest gebeurt er niks. De andere 3 scenario's is dat de persoon die jouw berichtje ziet, van de pagina of persoonlijk, die gaat dat lezen, die blijft daar een tijdje op staan. Dat is leestijd. Dus LinkedIn zegt van, oké, dit is blijkbaar interessant voor die persoon. Die persoon geeft aan, ik wil in de toekomst jouw berichten nog zien. Dus als je de volgende keer iets plaatst, dan bestaat er een kans dat je opnieuw deel uitmaakt van de eerste 50 tot 100. Natuurlijk, het bericht gaat viraal op het moment, of gaat breder worden verspreid, op het moment dat mensen drukken op vind ik leuk en commentaar, of delen. En als ze op 1 van die knopjes drukken, dan krijg je daartoe een aantal extra views. Waarvan er een aantal in het netwerk van de auteur worden verdeeld. Dat kan de pagina zijn, dat zijn de volgers van de pagina. En er worden er een aantal verdeeld in het netwerk van de persoon die de actie heeft ondernomen. Dus dat betekent, als ik bij jou een berichtje ga leuk vinden of commentaar opgeven, dan gaat er een aantal mensen uit jouw netwerk, een kleine 80%, meer of dat berichtje zien. En in mijn netwerk gaan er een 20-tal% van die 60 of 50, vroeger was het 60, maar het is een beetje teruggelopen naar 50 ondertussen, krijg je daar een reactie. Als mensen stemmen op een poll, dan krijg je 25 extra views. Elke stem op een poll levert je een 25 extra views op als je het over een aantal dagen gaat bekijken. Ja, en dat kan ik allemaal staven met cijfers en materialen. Ik heb daar spreadsheets van, dus dat is niet uit de lucht gegrepen. Als mensen het delen, krijg je ook een aantal extra views. En, jammer genoeg, wat gebeurt er dan? Dan maak je eigenlijk niks anders dan een nieuwe post, die door LinkedIn wordt herkend als dubbele content. Dubbele content vindt LinkedIn niet zo leuk. En dan komt ook... En dan gaat die post ook helemaal bovenaan beginnen. En op die manier worden of lopen jouw berichten door LinkedIn in heel het systeem van LinkedIn. En ja, dit kun je niet manipuleren. Er zijn nog 2 elementen die meespelen. En die spelen vooral mee bij die initiële groep. Namelijk de aanwezigheid van die mensen op LinkedIn. Althans, wanneer zitten ze online? En natuurlijk, ja, hun interesse naar jouw content, dat zijn 2 elementen waar je niet kunt, je kunt dat niet in kaart brengen. Dat is, hopelijk schrijf je de juiste content voor de juiste doelgroep. Zoals ik daarnet ook al heb gezegd, wacht niet tot anderen. Als je commentaren krijgt, vind ik leuks. Wees niet stil. En ik noem dat veel graag, of veel liever, doe aan babysitting van je post. Want door je post en te gaan babysitten, door te gaan reageren op de reacties, ga je opnieuw reacties uitlokken. En dat levert opnieuw een stuk viraliteit op voor je berichten. Nu, babysitten van een post, daar kruipt tijd in. In alle eerlijkheid, mijn systeem is, ik ga kijken wanneer ik aan 50 mensen ben geraakt.
En dan ga ik daarop reageren, op die mensen die dat gedaan hebben. Ik ga na een uur even kijken naar wie heeft er gereageerd en er commentaar op te geven. Ik ga na een uur of vier ook nog eens kijken. En ik ga na 8 uur ook nog eens kijken. En na 1 dag heb ik 5 momenten waar ik mijn post eigenlijk ga babysitten om ervoor te zorgen dat ik als auteur niet alleen meer dat spel in het midden gooi, maar dat ik ook probeer van die conversaties te gaan starten in dat verhaal. Maak regelmatig content, maak vooral grote content. En ja, het beeldje dat bovenaan staat is een beeldje dat door Gary Vaynerchuk in het leven is geroepen een aantal jaar geleden. Maar als je grote blokken content kunt maken, video, presentaties, pdf's enzovoort, knip die in kleine stukjes, zodanig dat je die over verschillende momenten kunt gaan verspreiden. En die kun je eventueel op andere kanalen ook gaan gebruiken. Zorg voor consistentie. Dat wil zeggen, plaats op een regelmatige basis, ergens tussen de 1 keer per week en 7 keer per week. 2 keer per dag op een bericht plaatsen op LinkedIn, niet doen, want je eerste bericht gaat gewoon on the spot sterven. Als je toch 2 berichten moet plaatsen, laat er dan minstens 8 uur tussen. Want dan heeft jouw eerste bericht tenminste wat ademruimte gehad om zich te ontplooien. En het tweede bericht zal alle aandacht opeisen van LinkedIn. Dus tussen de 1 en de 7 keer, wanneer moet je iets plaatsen? Wel, in alle eerlijkheid, iedereen heeft het compleet mis. Er is geen uniek moment. Dat hangt helemaal af van je doelgroep en van de mensen die je volgen of met jou zijn geconnecteerd. Wanneer zitten zij online? Dus iedereen moet het voor zijn eigen profiel of voor zijn eigen bedrijfspagina een beetje gaan uitvinden. Dat is een stukje analyse die je moet doen. En daar moet je door, anders vind je dat ideale moment niet. Nu, ik kan jullie allemaal zeggen, als ik naar mijn eigen post ga kijken, dan is het tussen 7.30 uur en 8.30 uur 's morgens. En is zondag mijn beste dag. De rest van de week is oké. Ja, de rest van de week springt er niks uit. Maar alle andere dingen die ik lees en zie, als je die gaat proberen, dan gaat dat niet lukken. Trouwens, en dat is misschien ook nog een belangrijke component die meespeelt, als je doelgroep over verschillende continenten zou zitten, dan is het 's morgens 7 uur op een verschillend moment. Hè? Ja, dus daar kun je nooit goed inspelen. Als ik een bericht plaats op LinkedIn om 7:30, 8 uur, 8:30 op LinkedIn, elke dag, ja, dan is dat eigenlijk verloren tijd en moeite voor de Amerikanen, want die liggen allemaal te slapen en die zien dat pas 8 uur later. Dus dat is op het einde van ongeveer de levensduur van de hoofdmoot van de levensduur van je bericht. Ja, dus, en wees creatief. Dat betekent, gebruik de verschillende vormen. Tekst, video, foto en misschien binnenkort ga je ook allemaal audio gebruiken. Ja, op LinkedIn. Dus dat is hetgeen. Misschien een paar tips voor mensen die content creëren om wat af te sluiten en dan nog één aankondiging te doen. Gebruik de verschillende formaten. Wees geen one-trick pony. Ga vooral ingaan reageren. Optimaliseer je hashtags, dus gebruik de juiste hashtags. Tag mensen met de juiste instelling. En ga op zoek naar jouw ideaal moment. Voor de mensen die lezen, gebruik de bel om je te abonneren op mensen, pagina's en groepen. Dat werkt eigenlijk schitterend. Trouwens, voor zij die Sales Navigator hebben, dat is een stuk van Sales Navigator dat je niet meer moet gaan gebruiken trouwens. Volg mensen of ontvolg mensen die u niet interesseren. Je moet ze daarom niet disconnecteren, maar ontvolg ze gewoon. Dan is je stream ook een stukje beter. En door berichten te gaan aangeven van goed of slecht, ga je ook het algoritme of althans jouw voorkeuren voor aan LinkedIn berichten naar voren gaan schuiven. Goed, waar kun je nu nog naar gaan uitkijken in de loop van de volgende maanden bij LinkedIn als afsluiter? Om te beginnen, ik weet niet hoeveel van jullie allemaal op Clubhouse zitten, maar Clubhouse is jammer genoeg in dalende lijn. LinkedIn gaat een versie van events maken. Audio only. Ziet er helemaal uit als Clubhouse, worden op LinkedIn gehost. We zitten vandaag in beta-fase, dus je zult ze hier en daar wel eens zien verschijnen bij mensen. Maar het komt eraan. Tweede grote aankondiging die er aankomt is voor livestreaming. Als je gaat livestreamen heb je nu een derde platform nodig, bijvoorbeeld StreamYard.
Wel, binnenkort gaat LinkedIn een native platform hebben om aan livestreaming te gaan doen. Het komt eraan. LinkedIn heeft een aantal bedrijven overgenomen die daarop inspelen. En dan tot slot, je hebt misschien ontdekt dat je op je persoonlijk profiel vanaf nu nieuwsbrieven kunt creëren. Als artikels. Mensen kunnen zich daarop abonneren. Het leuke van zo'n nieuwsbrief trouwens is dat de eerste keer dat je een nieuwsbrief uitstuurt, wordt je volledig netwerk ervan op de hoogte gebracht. De tweede keer natuurlijk niet meer. Je hoopt de eerste keer dat mensen zich abonneren. En ja goed, dan hoop je maar dat je een goed netwerk hebt. Vandaar de dag is het alleen op het persoonlijk profiel en alleen voor mensen die de beruchte creator-modus hebben aanstaan. Er zijn al een aantal pagina's, bedrijfspagina's, die ook de functionaliteit van nieuwsbrieven hebben. Het wordt nu stilletjes aan ook uitgerold in de loop van dit kwartaal. Gaan alle pagina's toegang krijgen aan nieuwsbrieven. En ja goed, dan zitten die dingen wat mij betreft op de juiste plaats. En dan gaan we ook via onze bedrijfspagina een nieuwsbrief kunnen gaan sturen naar onze mensen. En onthoud, de eerste keer gaat die naar al uw volgers. Hopelijk gaan ze zich daarop abonneren en ja, we zien dan natuurlijk wel. Goed, ik heb mijn tijd even overlopen. Of ik hoop dat Ingrid mij dat vergeeft. Maar ik open nu de floor voor vragen, commentaren, opmerkingen enzovoort.